Er staan vier kranen heel hard hun best te doen met een heleboel mensen in de bouwput. En we liggen op schema. En dat is op zich is dat heel erg goed nieuws voor zo'n groot en complex project. We hebben eigenlijk vier elementen die voor ons het hele containerbegrip duurzaamheid wil dekken. Dan gaat het om betaalbaar en goed wonen en duurzaam wonen en werken voor onze klanten. Dat is één. Twee, je moet rekening houden met dat het klimaat verandert. Dus het moet klimaatadaptief moet het zijn. Je houdt rekening met circulariteit, dus dat je plekken en dingen kunt hergebruiken. En dat heeft te maken met de energietransitie. Dat we naar een heel ander systeem van energiegebruik met elkaar gaan. Die vier elementen zijn voor BPD eigenlijk allemaal voor elementen die samen dat hele element van duurzaamheid bepalen. Waarbij er nog één keer bij komt, en dat is eigenlijk de payoff van ons bedrijf. Creating Living Environments. Er stond ongeveer een gebouw van 20.000 meter en een plek die niet heel intensief werd gebruikt. Wel door de post natuurlijk, maar eigenlijk niet door de hele community of de hele stad Amsterdam. We hebben boven de grond een programma dat 10 keer zo groot is als die 20.000 meter gemaakt. Ook nog een heel intensief ondergrondsprogramma, waardoor we die plek veel beter benutten voor veel meer mensen. Om te wonen, te werken, te recreëren. Een belangrijk stuk openbare ruimte. En dat allemaal met gebouwen waarvan de meeste mensen zeggen dat zijn wel heel mooie gebouwen. En als je ervoor zorgt dat je die gebouwen voor meerdere functies kan gebruiken en ook kan hergebruiken, dan doe je het goed. Dus dan heb je iets gemaakt wat toekomstbestendig is. Waar je op een heel duurzame manier mensen kunt laten werken en wonen. En wat je ook relatief makkelijk kan aanpassen aan de veranderende wensen die de toekomst ons brengt. Duurzaamheid, of eigenlijk nog beter duurzaam reizen, is voor Booking.com erg belangrijk. Amsterdam is een belangrijke bestemming voor ons, maar Amsterdam is ook ons huis. Dus plekken waar een groot deel van onze medewerkers wonen en werken. We willen met dit gebouw iets positiefs toevoegen aan de stad Amsterdam. Om te zorgen dat dit een mooie stad, maar ook een mooie bestemming blijft. Net als dat we dat willen doen voor alle bestemmingen wereldwijd. In dit geval was Booking.com vanuit minuut 1 betrokken. We hebben begin van het project grote ambities met elkaar uitgesproken om een duurzaam gebouw te maken. Voor ons is duurzaamheid niet iets wat vastgeklikt wordt op een stukje techniek, energie, comfort of gezondheid, maar het alomvattende integrale daarvan. Maar waarbij de grote nadruk ligt op de mens en op het welzijn van de gebruiker in een gebouw en de gebruiker op het algemeen van de stad, van jouw omgeving. Het beste geslaagd is in het project, naar ons idee, is denk ik toch de community die we hebben kunnen creëren in het gebouw. We hebben een gebouw gemaakt waar ontzettend veel licht binnenvalt, waar mensen elkaar van overal kunnen zien. Lichtoevloed, atrium met veel zichtverbindingen en heel veel loopverbindingen. En dat er toch op deze manier heel veel samenwerking kan ontstaan in het gebouw. De community aspect is zeker een van de grootste ambities geweest van het project. Om de beste werkomgeving voor de medewerkers te maken, maar ook een community aan te gaan met de directe omgeving, de stedelijke context. En we bieden hier extra functies aan de stad. Het is een gebouw wat transparant is van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. En niet alleen transparant in de zin van transparante gevels, maar je kan daadwerkelijk ook via het gebouw binnenkomen en gebruik maken van programmaonderdelen van Booking.com. Ja, de ambitie die ze hier hebben, dus opdrachtgever met Booking.com als gebruiker, hebben gekozen voor BREEAM Excellent, wat betekent dat het 4 sterren is. BREEAM is een duurzaamheidscertificaat wat niet alleen op het gebouw slaat, maar ook op het managen van je totale organisatie. Je probeert alle facetten op het gebied van energie, van gezondheid, van afvalbeheersing enzovoort, probeer je daarin mee te nemen. Vanaf de allereerste fase van het project Oosterhoeks Eiland ben ik betrokken geweest. We zitten nu in het DoubleTree Hilton Hotel. Een van de eerste onderdelen ook van dit project. Na de bibliotheek ontwikkeld en opgeleverd. In dit project hebben we in aanvang al goed nagedacht over installaties en duurzaamheid. En met name de keuzes die we gemaakt hebben in het totale concept voor warmte- en koudeopslag. Waarbij we gekozen is voor een centrale en collectieve energievoorziening. Is heel erg belangrijk geweest bij dit project. En achteraf gezien, nu 15 jaar verder, kan je constateren dat dat een heel verstandige keuze is geweest. Ook het nieuwe project Booking wordt aangesloten op die duurzame en collectieve energievoorziening. De koude en warmtebronnen zitten op 6 locaties verspreid over het eiland op een diepte van ongeveer 170 tot 200 meter onder de bodem. In de bodem zit op die diepte een zandlaag. Die wordt afgesloten aan boven- en onderzijde door een slecht doordringbare kleilaag. Dat betekent dat de warmte en koude die we daar instoppen, die blijft daar gehandhaafd. Het is een soort thermosfles, waardoor je zowel in de zomer als in de winter de koude eruit kan halen of de warmte via het water wat daar doorstroomt. Dit zijn de grote
Wisselaars, het hart van het hele Oostelijk Eiland qua energievoorziening. Op deze locatie vindt de uitwisseling plaats tussen de bodem en de gebouwen. Dit is een stalen casing. Daar hebben we er uiteindelijk 6 van toegepast over het hele eiland verspreid. Hier doorheen. Hier zijn bronnen geboord tot een diepte van ongeveer 200 meter. Bij de warme bron is het ongeveer een graad of 18 tot 20. Bij de koude bron is het een graad of 9. Het is een klein verschil in temperatuur, maar groot genoeg om het duurzaam en aantrekkelijk te maken. Hier staan we bij het einde van de leidingengang. Daar zien we de aansluitingen van het hotel. Kavel 1, Double Tree Hilton. Je kan buiten herkennen dat we hier ongeveer ook aan het eind van de keermuur zitten. Want daar zie je buiten ook een grautanker die correspondeert met deze. Aansluiting naar het gebouw van Vodafone. Kavel 2B. Kavel 3, onder andere kantoor Adyen. Kavel 3, het Mediamarkt. De kantoren van TomTom. Aansluitingen die naar de OBA gaan. Aansluitingen voor het conservatorium. En we zijn weer terug waar we begonnen zijn, in de grote technische ruimte. Nou, de duurzaamheid van de campus, dat zit natuurlijk in heel veel technische aspecten. Die komen kijken bij de bouw. Dus daar proberen we op een zo duurzaam mogelijke manier te bouwen. Zorgen dat het aan allerlei voorwaarden voldoet. Dat het naar de hoogste standaarden van duurzaamheid wordt gerealiseerd. En vervolgens kijken we dus ook, nou, wat gebeurt er dan in het gebouw, in de services die we kunnen aanbieden? Hoe kunnen we die verduurzamen? Hoe kunnen we zorgen dat ons afval goed wordt gescheiden? Dat we überhaupt ons voedselverspilling tegengaan? En dat zijn vraagstukken die we op dit moment aan het oplossen zijn. Terwijl het pand al gebouwd wordt, zijn we nu aan het nadenken van wat betekent de duurzaamheid voor de services die we dan bieden in het gebouw. De grootste uitdaging vanuit duurzaamheid was zeker de tegenspraken van sommige aspecten. Dus je wil heel veel zonlicht binnenkrijgen in de zin van daglicht. Je hebt heel diepe vloeren met vele medewerkers waar veel licht nodig is. Tegelijkertijd wil je niet alle warmte binnenhalen. Dus de grootste uitdaging van het project was eigenlijk een goede balans te vinden van zoveel mogelijk uitzicht en licht tegenover weinig mogelijk energieverbruik. Nou, wij monitoren dus sowieso waterverbruik, elektriciteitsverbruik, verschillende soorten afvalproducten, dus puin, hout, ijzer. En we monitoren ook het dieselverbruik op de bouwplaats. En vervolgens doen we dus kilometerregistratie voor de CO2-reductie. Ik ben een wielrenner, dus ik schat uit van Parijs is nog ver, hè? In termen van de Tour. Dus je kan een etappe winnen, maar dat betekent niet dat je de Tour wint. Het feit dat je gewoon met een conservatorium in bedrijf toch zonder al te veel problemen allerlei heipalen de grond in kan doen, zonder dat die mensen echt omgevallen zijn van de schrik en dat er iets is gebeurd, is natuurlijk best knap. Maar goed, we moeten weer door naar de volgende ronde. Dus de volgende uitdaging is, slaag je erin om, om de sloop van de inrit te doen en de nieuwe inrit te bouwen? Weer een succesje, heb je weer een etappe gewonnen. Maar je moet al die etappes winnen om uiteindelijk ook de Tour te winnen.